We leven in uitzonderlijke tijden. Dat is het minste wat je kan zeggen. Sinds de zwarte zwaan van het coronavirus ons pad kruiste, hebben we de snelste en de sterkste berenmarkt gezien in de geschiedenis. Gevolgd door twee zeer goede beursmaanden, april en mei. Ondertussen krijgt de pandemie natuurlijk meer en meer onder controle. Begint de wereldeconomie langzaam maar zeker op te starten, maar zie je toch een serieuze gap tussen het herstel van die economie en die snelheid waarmee die beurzen herstellen. Dat stond trouwens op de cover van The Economist een paar weken geleden. Nu, de hoofdreden daarvoor, en het is altijd dezelfde, we hebben het er al een aantal keer over gehad, het zijn natuurlijk weer die centrale banken die vol aan de bak gaan, die ongeziene hoeveelheden geld in het systeem injecteren. En dit is niet nieuw. Dit is al aan de gang sinds het einde van de jaren 80, de Greenspan-era. Iedere keer als je een probleem hebt in de economie en of de financiële markten, dan komen de centrale bankiers tussen om de zaak terug recht te trekken. En Mohamed El-Erian schrijft er al over in zijn boek The Only Game in Town. Het zijn toch vaak de centrale bankiers en niet de conjunctuur die voor een stuk het marktverloop bepalen. Nu, deze keer is anders dan de vorige keren in die zin dat we nog nooit op zo'n korte tijd zoveel geld in het systeem hebben geduwd. Op de laatste 4 weken is er meer geld naar de financiële markten gegaan dan in heel de financiële crisis van 2008-2009. Nu, wat ook nieuw is deze keer, dat is dat het niet meer alleen de centrale bankiers zijn, maar dat ook overheden vol aan de bak gaan. Er werd gedacht, er zijn verkiezingen in de Verenigde Staten, Republikeinen en Democraten gaan elkaar echt niks gunnen. Ook in Europa zal men veel praten zonder veel te doen, maar tegendeel is waar gebleken, tegendeel is bewezen. Ook overheden hebben ongeziene hoeveelheden geld, maar dat op een fiscale manier, naar die economie geduwd. Om daar een cijfer op te plakken, alle plannen in de Verenigde Staten samen zijn ongeveer al 20%. Als we dat vergelijken met de New Deal van Franklin D. Roosevelt na de grote depressie van de jaren 30, was dat 7-8%. Dus een veelvoud ervan. Ik kan u natuurlijk afvragen, als overheden en centrale banken samen zoveel geld in het systeem duwen, gaat dat niet op een bepaald moment inflatie creëren? Want dit is anders. Daarvoor was het alleen maar in de financiële markten, maar nu komt het geld ook in de reële economie terecht. En als die inflatie dan gaat oplopen en centrale banken houden de rente laag, wat we denken dat ze zullen doen, wel ja, dan kom je in een wereld van lage tot negatieve reële rente. En de beursgeschiedenis leert ons dat dat heel vaak een goede omgeving is voor reële activa, zoals aandelen, goud en vastgoed. Nu, wat er ook van zij, Mohamed El-Erian ten spijt, de centrale bankiers zijn niet meer de only game in town, want ook de overheden gaan vol aan de bak. En dat kan het hele wereld waarin we investeren gaan veranderen.